Dag lieve Leeuw, welkom bij de Algemene Tarot Coaching voor Sterrenbeelden. Als jij nieuw bent op mijn kanaal, wil ik je verwijzen naar de introductievideo. Die staat onderaan deze video in de beschrijvingsbox. Daarin leg ik je uit wat je van dit soort algemene readingen kunt verwachten en wat je er niet van kunt verwachten. Ook leg ik je uit wat ik voor jou zou kunnen betekenen binnen een persoonlijk coachingstraject, inclusief inzicht te verkrijgen van het universum. Oké, nou, onderaan deze video dus in de beschrijvingsbox. De Leeuw. De kaart die nu valt wordt leidraad voor deze reading. Oeps. Voorbij illusies, lieve Leeuw. Voorbij de ego-illusies. Voorbij de illusoire werkelijkheid. De dingen gaan zien zoals ze werkelijk zijn. En dan ga je met het derde oog kijken. Ga je goddelijk zien. Zolang we nog oude pijn bij ons dragen en nog een afweerstrategie hebben, verdedigingsmechanismen, dan hebben we ook nog illusies. En zien we de dingen niet zoals ze werkelijk zijn. Oké. Okay. Situatie. Wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust is. Recente verleden. Advieskaart daarbij. Toekomst. Geen toekomstvoorspelling. Jij. Het is echt een advies. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En die. De conclusie. Oké. Nou. Dat is dat. Die liggen op tafel. Dan doe ik nog de surrender kaarten. Waar moet deze Leeuw zich gaan overgeven? Wat moet hij loslaten? People pleasing. Oké, als wij nog in illusies zitten, hè, de sluier van illusie, met zeg maar onbewuste inhoud, dan zien we de dingen dus niet zoals ze werkelijk zijn. En er zit ook vaak angst bij, een oud zeer. En dat uit zich vaak ook in relaties en in... Eigenlijk waar het aan bij begint is dat, gebrek aan zelfliefde of niet voldoende zelfliefde. En het uitzicht dan ook in liefdesbang zijn. Om echt je authentieke zelf te laten zien in relaties. Het is bang om echt, angstig om echt intiem te zijn met een ander. En dat wil dus niet zeggen, niet heeft weinig met seks te maken. Het komt er soms een beetje bij. Maar het heeft veel meer te maken met of jij je ware zelf durft te laten zien. Met al je, met de hele inhoud. Oké. Kaarten voor zelfliefde, daar begin ik mee. Ja. Durf nee te zeggen als een ja tegen jezelf. Kijk. Durf nee tegen anderen te zeggen als het een ja is. Als, ik bedoel, ga niet aan andermans verwachtingen voldoen terwijl er je binnenin een nee is. En dat is dus een ja tegen jezelf, dat je voor je eigen behoeften ook gaat. Hè? Dat is belangrijk. Want anders, ja, dat heeft dus ook met
te maken met onbewuste gedachten van ja, de behoeften van een ander zijn belangrijk dan de mijne. Dat is natuurlijk niet waar. Oh nee, deze doe ik straks. Sorry. We gaan beginnen. Loslaten. Recente verleden. Emotionele volwassenheid. Daar ben je van bewust. Dat het eigenlijk gaat, deze reis hier op aarde, in je incarnatie, dat het gaat om dat je emotioneel volwassen gaat worden. En eenmaal emotioneel volwassen, dan kun je ook veel meer je intuïtie naar je intuïtie luisteren. Want als je emotioneel volwassen bent, zie je de dingen zoals ze werkelijk zijn. Dan ben je voorbij aan de illusies. Maar hier ligt bij jou ervaren. En en de leiding ligt dwars. Dus dat wil zeggen dat jij... Ja, nou laat ik niet op de zaken vooruit lopen. Boeddha-bewustzijn ligt nog onbewust. Dat zit in Asi. Kijk, je blijft aan het verleden hangen. Het is tijd voor een hogere visie, een goddelijke visie. Invloed van anderen. Anderen zijn intens voor je, maar dit zijn wel hele pure mensen, maar die jou wel gewoon zeggen hoe het zit. Die jou ook wijzen op de illusies. De dingen die jij jezelf wijs maakt. Terwijl het niet klopt met de werkelijkheid. En als in relaties mensen in illusies zitten, dan en nog, zeg maar, met pijn uit het verleden bij zich dragen. En niet dat je niet je ware zelf durft te laten zien. Kijk, deze persoon die verbergt zich achter een doos van het verleden. Ervaringen van het verleden natuurlijk. Nou, en dan ga je projecteren. Dan ga je je eigen illusoire waarnemingen ook projecteren. Want dan zou je maar zo waar kunnen nemen dat een ander jou tekort doet. Terwijl een ander wellicht heel goed is in grenzen aangeven. Maar jou op dat moment niet geeft wat je verlangt. Maar dat wil nog niet zeggen dat een ander jou tekort doet. Hè? Dus dat is ook dan zo'n projectie. Kijk, de hoop is eigenlijk van de geascendeerde meesters dat jij je gaat verdiepen in het projectiemechanisme. In hoeverre dat je dus in de omgang met anderen, dat jij je eigen pijn projecteert. Dat is vooral bij mensen die jou, toevallig niet bij mensen die heel gemeen zijn, maar juist mensen die heel puur zijn en met de snelheid van de wind jou gewoon kunnen spiegelen. De waarheid kunnen zeggen. Maar dat, als dat gebeurt, dan reageer jij vanuit projectie en dat heeft te maken met ervaringen uit je verleden. Het is dus heel erg belangrijk dat je naar binnen gaat, lieve leeuw. En dat jij bewust gaat worden met je Boeddha-bewustzijn. Wat allemaal tegen jou is gezegd. Waardoor jij beïnvloed bent op een negatieve manier. Kijk, als jij een vader hebt gehad die continu heeft gezegd dat je niks waard bent. Omdat je het toch niet redt. Of ik noem maar wat. Dat zit dan nog steeds in dat koppie. En dat ben jij misschien nog wel bij jezelf aan het herhalen. Van ja, ik ben zwak, ik ben afhankelijk, ik kan het allemaal niet. En ik kan het niet onder woorden brengen. Ik kan het. Weet dat? Het zijn allemaal die stemmen waar jij nog steeds door beïnvloed wordt. Maar ook, het is ook tijd om naar binnen te keren met je emoties. Om je emotionele volwassenheid te bereiken. Maar ook weer om dat Boeddha-bewustzijn te groeien in naar dat Boeddha-bewustzijn. Het hogere goddelijk bewustzijn. En niet het illusoire, het ego. Bewustzijn. Ja, je bent wel met een loslaten traject al bezig. Het ligt in het recente verleden. Je bent wel bang om het onbekende in te stappen. Maar daar sta je wellicht ook voor. Kijk, want hier ligt een druppel op dat blad. En die staat op het punt om te vallen van dat blad. Maar hij zit het eigenlijk van angst. Want dan zit je een periode in dat onbekende. Loslaten van het wat bekend is. Ja, dat is wel bij je in gang gezet. In het verleden. Recente verleden. Maar de goddelijke leiding ligt dwars. En dat wil zeggen dat jij niet naar je intuïtie nog luistert. Of in ieder geval niet vertrouwt. Maar dat kan omdat je nog meer moet ervaren
wat er in jou zich afspeelt. Dan pas kun je namelijk bij je intuïtie komen. Als er die emotionele volwassenheid is. Maar als jij nog zeg maar bepaalde emoties niet wil doorvoelen of bepaalde pijn niet wil doorvoelen, in plaats daarvan de ander daarvoor verantwoordelijk maakt in projectie, ja, dan heel je niet. Dus de advieskaart is om steeds maar achter die doos verborgen te blijven, achter de doos met herinneringen uit het verleden. En dat zijn natuurlijk vaak allemaal herinneringen van afwijzing, herinnering van verlating, herinnering van falen. Allemaal dat soort ervaringen, waardoor dat ego zich heeft ontwikkeld met afweermechanismen, beschermingsstrategieën. Strategieën om jezelf te beschermen tegen pijn en afwijzing. Dat je dat dan ook steeds ook in projectie, in relaties, terugziet. Maar vooral van pure mensen die jou heel in durven te confronteren. Daar word je door getriggerd op dit moment. Maar eigenlijk is het ook een soort van leiding. Spiegel. Om iets aan je innerlijke processen om daar doorheen te durven. People pleasing. Misschien zegt dat die vuurridder ook wel van hey joh, je zit de mensen te pleasen. Dat is niet echt. Je hebt een vals zelf. Kom toch eens, spreek toch eens jouw eigen behoeften uit. Speak your needs and be true to yourself. Misschien zegt die persoon dat wel. Wees toch eens waarheidsgetrouw aan jezelf. Zit mensen niet te pleasen, doe dat masker van de liefde af. Want het is niet echt. Nou, focus on your own happiness. Instead of always trying to make everyone else happy. Altijd maar een ander gelukkig te willen maken. Altijd maar naar de pijpen van anderen te dansen. Altijd maar de ander te willen te zijn. Daar zit een ego. Dat lijkt wel zo nobel. Maar dat is het niet, lieve leeuw. Want daar zit angst achter. Angst om je eigen potentieel te leven. Angst om je eigen waarheid te leven. Hè? Dus daar zit een zelfverloochening in. Durf nee te zeggen. Als een ja tegen jezelf. Oké, want dan komt ook je creativiteit terug. Leeuw, laat paniek gaan. Letting go of panic. Dat is dat innerlijke kind paniekaanvallen krijgen. Angstaanvallen krijgen. In paniek schieten. Dat is altijd het innerlijke kind. Want je bent volwassen. En als je emotioneel volwassen zou zijn, zou je die paniekaanvallen niet krijgen. Echt niet, want ik heb ze ook niet meer. Overweldigd raken en dan in paniek schieten is pijn van het innerlijke kind. En daar moet je doorheen. Ga zitten. Voel de angst. En vraag aan het kleine jongetje of het kleine meisje in jou. Waar ben je nou zo bang voor? Waar ben je zo bang voor? En wees dan stil. En laat dan via je intuïtie het antwoord bij je komen. Want dan kun je bepaalde angsten ook loslaten. Die ontstaan zijn uit een wond, hè, in het verleden. Ja, en zet grenzen. Maintaining boundaries. Als jij dit doet, people pleasing, ja, dan laat je waarschijnlijk ook over je heen lopen. Over je heen walsen. En dan kom je niet aan je eigen verlangens toe. Aan je eigen behoeftes toe. Aan je eigen creativiteit toe. Ik ben eigenlijk bezig om een ander continu te plezieren. Maar nogmaals, dat is niet nobel, daar zit angst achter voor jezelf. Om je eigen leven te leiden en in je kracht te staan. Oké, today I gain a new awareness of those areas where I need healthier boundaries. Wees je bewust van de gebieden in je leven waar jij gezonde grenzen moet stellen. En laat de naïeve aanname los dat een andere persoon altijd gelijk heeft. En in plaats daarvan, vertrouw eens even jezelf en vertrouw je intuïtieve leiding. En luister dan ook naar jezelf, wat jij nodig hebt. En zet gezonde grenzen. Stel gezonde grenzen. En laat uitstelgedrag los.
Now's the time to jump on a goal instead of putting it off. Taking action will attract success. Je bent uitstelgedrag. Je stelt dus dingen uit. Maar het is nu de tijd om erin te jumpen. En bij jou is dat eerst je verleden loslaten. Want anders blijf je dit herhalen. Dan gaat dat echt niet beter worden. Oké, nou, innerlijke kindkaart voor jou ook. Liefdespankaart. Stel dit uit. En jij weet heel goed wat je uitstelt. Ja, dat is waarschijnlijk ook echt die aan helingswerk beginnen. Om het verleden los te kunnen laten. Waarschijnlijk ben je al lang geleid om het te doen. Maar wil je het niet ervaren? Hè, wil je pijn niet ervaren? En daardoor stel je het uit. Oké. Liefdesbang kan niet overwonnen worden door het snappen of begrijpen alleen. Want dat is de yang-energie, dat is de mannelijke energie, dat is het inzicht. Het heeft de ontmoeting met het lijf nodig, met de emotie die in het lijf aanwezig is. Anders krijg je dus paniek en angstaanvallen. Ons instrument om te voelen, ervaren, zie je wel? Daar zit jij van, daar loop jij van weg, lieve leeuw. Daar zit de sleutel tot een blijvende verandering. Alles wat we kunnen voelen, kunnen we veranderen. In de ontmoeting met je lijf zit de werkelijke heling. Adem bewust naar de plek in je lijf die nu het meest aandacht vraagt. En adem het dan de emotie niet weg. Want dat doen heel veel mensen ook verkeerd. Hè? Gaan ze naar de plek en dan gaan ze ademen om die emotie weg te ademen. Maar dat is juist niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling om je emoties te doorvoelen. Te voelen. Oké? Dus het naartoe ademen is juist om het simpel te voelen, te doorvoelen. En in de kindwerk gaat er nog een stapje verder, want die koppel je dan ook naar oud zeer in het verleden. En dan kun jij echt helen. Oké, lieve leeuw, dat was het. Als je open staat voor een hogere visie, en als je open staat om je leiding te volgen, en als je open staat om dat uitstelgedrag eens een keer los te laten, dan ben ik er voor je om te helpen om aan innerlijk kindwerk te gaan doen. Zodat jij het verleden los kunt laten. Ik zie je graag. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. En daar kun je met mij een afspraak maken. Sowieso wens ik je een fantastische maand augustus. Heel veel liefs en tot de volgende maand. Bye bye.